Ah, wat is het toch fijn om vakantie te hebben. Gewoon hele grote Hakuna Matata shit hier zo. Geen zorgen, alleen ik en mijn zee en mijn lekkere drankje. Oké, dan? Matt, je moet snel terugkomen naar Nederland. Wat is er zo belangrijk dat ik terug moet komen naar Nederland? Ik heb het hier best wel leuk op dit strand, hoor. Ja, maar Matt, dit zal je niet geloven. Weet je wat er is? Wat is er dan? Nieuw Pokémon's en een boel nieuws. Breng me nu meteen naar fucking Nederland, gast. Nu! Ja hoor, natuurlijk. Die ene keer dat ik op vakantie ga, die ene keer dat ik een paar weken niet bij mijn computer kan, dan gaat Game Freak heel veel nieuws, heel veel dingen aan ons geven die ik dan niet kan coveren. Wat geweldig. Als je het nog niet van op de hoogte bent, dan verbaast me dat, aangezien het best wel overal op het fucking internet is, als je een Pokémon-fan bent, want dan zie je die dingen waarschijnlijk wel. Er zijn een heleboel nieuwe Pokémon geleakt, of nou ja, niet geleakt, eigenlijk meer door Game Freak zelf geannounced, gewoon gepresenteerd, dat soort dingen, weet je wel. Ik kan gewoon niet praten, vergeef me, ik kom net van vakantie terug, dus give me some slack, oké? Maar ja, er zijn heel veel nieuwe dingen over Pokémon, ook een nieuwe trailer over de Pokémon game zelf, dus die gaan we vandaag even allemaal leuk eventjes bekijken. Ik ga eerst de Pokémon behandelen en dan gaan we even kijken naar die ene nieuwe trailer. Is dat goed? Ik vind dat goed. Let's go! De eerste Pokémon is Celandit en yes, eindelijk een Poison Fire-type. Heel veel mensen wilden al heel graag zo'n soort Pokémon en eindelijk hebben we hem. Het is een Salamander-Pokémon met een nieuwe ability genaamd Corrosion. En deze ability zorgt ervoor dat Celandit voor de allereerste keer als allereerste Pokémon elk soort type Pokémon kan poisonen. Poison Pokémon kan die poisonen. En Steel type Pokémon kan die poisonen. En dat is gewoon echt geweldig. Dit is gewoon het antwoord op staal type Pokémon. Als je graag Poison type Pokémon gebruikt. Dat is gewoon echt een heel vette ability. Daarbij ben ik ook nog eens heel erg fan van zijn design. Ik bedoel, kijk naar dit ding. Celandit. Het is een Salamander bandiet. Hij heeft zo'n masker-achtig ding op zijn hoofd, weet je wel. Hij ziet er gewoon echt heel tof uit. Echt waar, ik vind hem echt heel leuk. De volgende Pokémon is Wimpod, een Bug Water-type Pokémon. En deze gozer is echt een watje. En dat bedoel ik letterlijk, want zijn naam is Wimpod. Weet je wel, Wimp is watje in het Engels. En hij heeft ook een nieuwe ability genaamd Wimp Out. En dat betekent dat als zijn HP onder de helft is, denk ik, dat was het volgens mij onder de helft, dan zal hij of van het gevecht wegrennen, of hij zal, als hij jouw Pokémon is en hij is gevangen, zal hij zichzelf omwisselen voor een andere Pokémon. Of jij gaat automatisch naar het wisselscherm en dan moet je een andere Pokémon kiezen. In ieder geval, deze gozer is een watje en het wordt waarschijnlijk een moeilijke Pokémon om te vangen. Want meestal wil je Pokémon zo laag mogelijk krijgen van HP als je ze wil vangen. Bij deze gozer gaat dat niet echt lukken. Hij ziet er wel grappig uit. Hij ziet er ook echt uit als een watje met die ogen. Ik bedoel, kijk naar die ogen. Hij kijkt zo van, oh nee, alsjeblieft, doe me geen pijn. Het is best wel een leuke Pokémon, ja. De volgende Pokémon is Bounsweet. Het is een gras-Pokémon met Leaf Guard en Oblivious. En holy shit,
deze gozer lijkt heel erg veel op een generatie 4 Pokémon. Dit lijkt me echt een Pokémon die gewoon vriendjes is met alle Sinnoh-Pokémon. De design lijkt gewoon echt heel erg veel op de stijl waarin de generatie 4 Pokémon zijn gemaakt. Maar het is een generatie 7 Pokémon. En omdat ik echt heel erg dol ben op generatie 4 Pokémon, het is mijn tweede favoriete generatie van Pokémon, ben ik ook dol op deze Pokémon. Want hij ziet er zo leuk uit. Ik vind hem echt heel erg leuk. Deze Pokémon doet me echt heel erg veel denken aan Cherubi. Ik vind hem echt heel erg leuk. De volgende Pokémon is Flabébé 2.0. Dit is Comfy, een Fairy-type Pokémon. En ik vind hem gewoon heel erg veel qua design met de bloemen en zo. En qua het type lijken op Flabébé. Flabébé is een pure Fairy-type en zit op een bloem. Deze Comfy is een ring vol bloemen. Hij is wel leuk. Het past bij het Hawaïaanse gedoe waar Pokémon Sun and Moon op is gebaseerd. Want daar hebben ze van die bloemenkettingjes die je kan krijgen en zo. Zijn abilities zijn Flower Veil. En een nieuwe ability genaamd Triage. Triage. En het zorgt ervoor, even kijken. Het zorgt ervoor dat aanvallen die jezelf healen, dus zoals Mega Drain en zo, die zorgen ervoor dat ze de hoogste prioriteit hebben. Nou, ik weet niet hoe dat gaat werken met Bruxis, want Bruxis, dat is een vis-Pokémon die we pas geleden ook hadden. Dat is een nieuwere Pokémon. Die heeft een ability die weer prioriteit moves weer tegenhoudt, zodat die niet werken. Ik vraag me af, werkt dan Triage niet tegen Bruxis? Dat zullen we allemaal zien in Pokémon Sun and Moon, maar het is wel een leuke nieuwe ability. Dat zou ook heel erg handig zijn bij competitive battling, als je gewoon snel moet healen en mensen gaan je aanvallen. Dat is altijd heel kut in competitive battling om jezelf te healen. En nu wordt het heel wat makkelijker. Ik hoop dat meer Pokémon deze ability krijgen, maar ik denk het niet. En hier hebben we Mudsdale, de grote rivaal van Zebstrika. Zo noem ik het, want Zebstrika is een elektrisch paard en dit is een grondpaard. Je snapt me wel. Hij heeft de abilities Own Tempo en een nieuwe ability genaamd Stanima. En dat betekent dat deze Pokémon zijn defense omhoog gaat elke keer als hij wordt aangevallen door een Pokémon. Elke keer als hij wordt geraakt bij een aanval, gaat zijn verdediging wat omhoog. En dat is fucking nice. Dat is echt een nice ability. Zijn design ziet er wel leuk uit. Ik vind zijn design is wel leuk, ja. Ja, ik heb niet echt zo heel veel over deze gozer te zeggen. De volgende Pokémon is Mimikyu. En holy fuck, geef mij dit ding nu meteen. Ik wil dit ding, geef hem aan mij. Mimikyu is zo'n coole Pokémon. Het is een Ghost Fairy type met een nieuwe ability genaamd Disguise. Daar ga ik wat meer over vertellen zo meteen. Maar het achtergrondverhaal van deze Pokémon is zo cool. En dat zal zo erg de bron worden van nieuwe Pokémon creepypasta's. Niet dat dat mij iets interesseert. Maar gewoon, deze Pokémon is blijkbaar een Pokémon die niet tegen zonlicht kan. Oké, hij kan niet tegen zonlicht. Hij haat het zonlicht. En het ding is, hij wil graag geliefd worden door andere mensen. En op een dag zag hij een keer allemaal oude Pikachu merchandise, Pikachu knuffels en zo. En de populariteit van Pikachu is gewoon zo groot dat Mimikyu dacht van, hey, ik ga mezelf vermommen als een Pikachu en misschien word ik dan ook wel geliefd. Misschien word ik dan ook wel geliefd. Dus hij kroop onder zo'n merchandise en tekende er gezicht op. En nou is hij dit. Ja, het is best wel fucked up. En mensen zeggen dat als je, nou ja, het is niet fucked up, maar wat nu komt is fucked up. Mensen zeggen dat als je zijn dingetjes, een Pikachu kleding weghaalt, dat je dan wordt getroffen door een vreselijke ziekte. Dus dat is wel cool. Het is echt een coole Pokémon. Het is letterlijk een Pikachu-kloon. Letterlijk. Het is echt heel erg cool. En zijn ability Disguise laat gewoon zien dat deze Pokémon de nieuwe Wobbuffet is. Want wat Disguise doet, het zorgt ervoor dat bij de eerste aanval Mimikyu geen schade aankrijgt. Zijn Pikachu-kleding die hij aan heeft, dat treft de eerste hit. En daarna
Ja, en daarna zal hij wel weer geraakt kunnen worden. Eerste keer dat hij wordt aangevallen, wordt hij niet geraakt. Tweede keer wel. Dus dat is best wel handig als je wil wisselen om een Pokémon te healen, weet je wel. Als je, dan kan je altijd in Mimikyu wisselen als je andere Pokémon op laag health is. En denk van, hey, ik geef mijn Pokémon Potion. Hij kan toch 2 hits hebben. En dan kan ik weer terugwisselen. Dus dat zal wel leuke strategie opleveren in competitive battling. En ook tijdens de story van de game. En de volgende Pokémon is... Wat the fuck ben jij? Wat is dit? Dit is geen fucking Pokémon. Dit is een fucking rare gummybeer Digimon bitch, gozer meneer ding. What the fuck? Dit ding ziet eruit alsof hij gewoon lekker met Pandamon en Godzillamon, hoe die grootsters van Digimon ook heten, zitten chillen ergens in de Bahama's of zo. Maar deze gozer is geen Pokémon. What the fuck is dit? Zijn naam maakt wel heel veel dingen goed, dat wel. Dit, dames en heren, is Beware the Normal Fighting Bear Pokémon. Zoals jullie misschien net hebben gemerkt, ben ik niet zo'n heel grote fan van deze Pokémon. Ik heb altijd mezelf voorgenomen dat ik geen enkele Pokémon kut vind. Ik haat geen enkele Pokémon, want ik probeer altijd de leuke designkeuzes te zien. Maar dit is wel de eerste echte keer dat ik een Pokémon echt niet leuk vind van design. Maar hij begint wel een beetje... te groeien, oké? Mijn liefde voor deze Pokémon begint een beetje te groeien, want zijn achtergrondverhaal en zijn naam zijn wel best wel leuk. Dus ik kan deze vreemde design wel vergeven, puur vanwege dit verhaal. Want wat dit is, deze Pokémon ziet er heel erg schattig uit, maar eigenlijk is het een heel gevaarlijke Pokémon. Zo gevaarlijk dat de mensen in Alola al borden moeten neerzetten van pas op voor deze Pokémon. Want hij vindt het wel leuk om knuffels te geven aan zijn trainer. Maar als je iets te dichtbij komt ofzo, of als je iets doet met deze Pokémon, dan kan hij je aan stukken scheuren ofzo. Ik weet het ook niet precies, maar het is een gevaarlijke Pokémon. Dus daarom vind ik het geweldig dat zijn naam Beware is. Dat vind ik wel leuke humor van Pokémon. Dat vind ik wel leuk. Hij heeft een nieuwe ability. Hij heeft kluts, maar de nieuwe ability is Fluffy. En dat halveert de... De damage van aanvallen die direct contact leggen, maar in return, dus in tegenstelling daarvoor, het enige nadeel eraan is dat vuuraanvallen veel sterker zijn, omdat hij natuurlijk een heel erg fluffy haar heeft. Hij heeft heel veel haar, dat is lekker zacht. Dat zorgt ervoor dat aanvallen minder damage doen, direct contact doen. Maar zijn haar kan wel in de fik vliegen. Wat ook best wel grappig is. Maar het is nog wel een coole Pokémon qua ability en qua achtergrondverhaal. Design moet ik er nog even naar kijken. Want ik vind zijn design nogmaals veel te veel lijken op een Digimon of zo. Ander nieuws is dat je tegenwoordig met Pokémon Sun and Moon je eigen competities kan maken met de Pokémon Global Link. Wat best wel vet is. Je kan dus je eigen mini toernooitjes houden met je vrienden. En het is ook letterlijk zo van dat je meerdere ranken op kan. Net zoals, niet ranken, maar dat je net zoals bij een toernooi zo eruit wordt gegooid. Dat je moet vechten totdat je wordt verslagen. En dan blijven er uiteindelijk 2 mensen over die dan met elkaar... gaan vechten. Dat is wat ik denk dat het is. Volgens mij bedoelen ze dat. Als ze dat niet bedoelen, dan spijt het mij. Maar het is wel een leuk idee om je eigen kleine competitie te kunnen doen. Voor het geval er mensen zijn die wel competitive battling willen doen, maar nog niet zo goed zijn dat ze echt in echte toernooien mee kunnen doen. En een ander dingetje is hypertraining. Hypertraining is de nieuwe supertraining van Pokémon X en Y. Want hypertraining doet heel wat meer. Blijkbaar kun je hiermee je Eevees en Ivies trainen. Echt, ja, volgens mij is dat het. Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij is het iets in die geest dat of je Eevees of je Ivies, dat zijn speciaal punten in Pokémon waar ik nu niet diep in ga, want dat is best wel ingewikkeld. Daarvoor moet ik ooit misschien een andere video maken als ik daar zin in heb. Als je dat wil zien, zeg het dan in de comments. Maar ja, hypertraining, dat is een heel nieuwe en goede manier om je Pokémon te trainen. Dus ik kijk daar wel een beetje naar uit, want ik wil ook graag in competitive battling komen. En dit kan mij daarbij helpen. Dus dat is het nieuws
over de nieuwe Pokémon. Ik hoop dat Game Freak niet nog heel veel meer Pokémon laat zien. Want ik wil wel een paar verrassingen hebben voor als ik de game zelf speel. Dus ik hoop dat ze een beetje rustig aandoen met het laten zien van nieuwe Pokémon. Want dat hoeft nou ook niet. En die andere trailer, die Japanse trailer waar ik het eerder over had. Ik had al een tekstje laten zien van, hey, die komt een andere keer. Ja, die komt een andere keer. Dus stay tuned for that. Dus bedankt voor het kijken van deze video. Ik ben weer terug. Ik ga weer lekker beginnen met leuke video's te maken. En jullie gaan ze leuk ervan genieten. En ja, dat wordt helemaal geweldig. Ben klaar met de vakantie. Nou, ik heb nog 3 weken vakantie. En dan is het weer naar school. Kut leven. Maar dat maakt niet uit. Ik zie jullie de volgende keer weer. Bye bye.